Francine Seeuw is in meerdere opzichten heel belangrijk geweest voor Nederland en de Nederlandse nieuwste geschiedenis. Omdat vooral de laatste 100 jaar natuurlijk een aantal zeer belangrijke periodes zijn geweest. En dan hebben we het over de Tweede Wereldoorlog, we hebben het over de naoorlogsperiode, we hebben het over de decolonisatie van Nederlands-Indië, de ontzuiling en de emancipatie van vrouwen. En Francine heeft niet alleen die periodes meegemaakt, maar ze heeft daar deel van uitgemaakt. En sterker nog, ze heeft die periodes beïnvloed door haar aanwezigheid, door daarin aan mee te doen en haar stempel op te zetten. Ik maakte een afspraak in januari 2012 met de familie. En nou, ik leerde Francine kennen en we zijn aan de slag gegaan. En ik had dozen en koffers vol met materiaal, van origineel materiaal van oude paspoorten tot scripts van Radio Oranje toen Francine er was, brieven uit Londen, uit Nederlands-Indië, de identiteitsboekjes van Francine dat ze in het leger zat. Dus ik werd overdonderd met materiaal. Wat mensen bij dit boek kunnen verwachten is uiteraard natuurlijk de biografie van Francine Seeuw, maar ook buiten haar verhaal krijg je eigenlijk een reis in een aantal belangrijke periodes in de Nederlandse geschiedenis. Wat ik een belangrijke en mooie stuk vind is onder andere het bezoek van Francine bij koning Wilhelmina in Londen. Het gesprek dat ze daar had, de warmte die ze ervaren. Maar wat ik bijzonder voor mij persoonlijk een heel bijzonder stuk vind is het laatste stuk, waarin eigenlijk het moment dat Francine de laatste dagen meemaakt. En ik denk ook omdat dat het stuk is wat ik persoonlijk heb meegemaakt en dat maakt haar echt en bijzonder en mij heel trots en blij dat ik daar getuige van heb mogen zijn, maar ook deel van haar, een heel klein deel van haar geschiedenis heb mogen bijwonen. Dat zijn voor mij zeg maar de mooie en bijzondere momenten van het boek.